leven in een dichtbevolkt land en we verbruiken veel energie met elkaar. En daarbij zijn we sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen uit het buitenland. Als er een moment is geweest om echt de energietransitie te laten slagen, dan is het nu. En de energietransitie gaat over systeemverandering. Slimme technologie en systeemintegratie zijn middelen om die transitie te versnellen. En daarom heeft Spectral twee platformen ontwikkeld. Eén voor het verslimmen en verduurzamen van gebouwen. En één voor het samenbrengen en aansturen van assets in het lokale energiesysteem. En daarmee maken we een essentiële stap richting een 100% duurzaam, slim en geïntegreerd energiesysteem. De energievoorziening van de toekomst wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto's vervangen de gasketel en benzineauto. En er ontstaan steeds meer lokale aanbieders van duurzame energie. Dit stelt nieuwe uitdagingen aan de verbindende schakel. De elektriciteitsnetten. Het is lastiger om het elektriciteitssysteem in balans te houden en congestie, oftewel lokale overbelasting, te voorkomen. De inzet van flexibiliteit kan hierbij helpen. Zo kunnen we elektrische auto's en machines tijdelijk uitzetten wanneer overbelasting op het net dreigt te ontstaan. Of energie opslaan in lokale batterijen om later te gebruiken. Van alle grootschalige batterijen die op dit moment door onze landelijke netbeheerder Tennet worden gebruikt voor netwerkstabilisatie, wordt het merendeel aangestuurd en geoptimaliseerd via Spectral Smart Grid platform. Ook hebben we honderden megawatts aan wind- en zonne-energie gekoppeld aan het platform, waardoor die energie slimmer en efficiënter wordt ingezet. En we leveren een bijdrage aan de stabilisatie en verduurzaming van zowel het landelijke als het Europese elektriciteitsnetwerk. One of the greatest risks for the sustainable energy transition is that of grid congestion. If we can't connect more renewable energy systems and continue to electrify heating and mobility, everything is going to slow down, and we need to accelerate. Ever since the grid operators published the congestiekaart, showing all of the red zones in the Netherlands, you've seen something about it every week. Spectral is developing innovative solutions to tackle this huge bottleneck. It's not enough to just install more production systems and storage. You need smart technologies like Spectral's Smart Grid platform to tell those systems what to do when. We've already demonstrated how peaks on the network and congestion can be managed in cutting-edge smart grid projects like at the Schoonschip neighborhood in Amsterdam North. And now we're scaling up our smart grid platform at much larger projects, such as at the Schiphol Trade Park, where together with SADC and Liander, we've also developed a new innovative contract form called the Balancieringsovereenkomst. This allows the local participants in the area to actually share in the capacity of the grid network. And our solution measures supply and demand in real time to enable the balance of the local grid. What you see in real estate, especially in big office buildings, is a huge amount of energy waste because installations aren't functioning properly. Sometimes heating and cooling happen at the same time, or installations continue running throughout the weekend when no one's there. That's where Spectral's smart building platform comes into the picture. By using real-time sensor data, smart algorithms, and AI-driven forecasts, we're able to eliminate energy waste and reduce energy demand. For large office buildings, we're able to save between 20 to 40%, even in some cases, 60% of the annual heating demand. The impact potential is huge. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. En als samenleving willen we niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen uit het buitenland. Nu is het tijd om werk te maken van de energietransitie. Wij zijn er klaar voor om onze organisatie en technologie verder op te schalen. En daarvoor reiken we op dit moment uit naar jullie, de crowd. Klik op onderstaande link van Duurzaam Investeren en kijk of en hoe jij ons kunt helpen in het realiseren van onze missie om samen nog meer impact te maken.